Ik zie ook een hele mooie tekening op jouw gezicht. Waarom heb je dat? Omdat ik in de boom ging klimmen en ik dacht, het is zo mooi. Groep 4 van Sint-Jozefschool in Schiedam mocht klimmen in een wel hele speciale boom. En dat vonden ze... Heel leuk. Ook heel leuk. Leuk. Het was superleuk, want ik hou heel veel van klimmen. Leuk. Echt heel erg cool. En het was ook leuk en verrassend dat er opeens in die zwarte emmer boven een lolly zat. Deze boom is een van de bijzonderste platanen van Schiedam. Vanuit de Nationale Boomtop 50 hebben we eigenlijk zo'n boom geadopteerd. En dan willen wij gewoon gaan kijken, zeg maar, om hem ook gewoon duurzaam te kunnen behouden. De boom wordt gesnoeid, hij is geadopteerd, de TreeTech. Laten we het dan extra leuk maken dat de kinderen vandaag zelf in die boom kunnen klimmen. Want het is natuurlijk voor deze enorme boom, daar kan een klein kind nooit in klimmen. En door deze techniek met die aan vastgemaakte stukken hout en de beveiliging kunnen die kinderen zonder enig risico omhoog klimmen. Nou, wat kan een kind nou mooier hebben dan zo hoog in een boom klimmen en dan ook nog een lolly krijgen? Vind je het nou bijzonder op zo'n boom klimmen? Ja, zeker weten. En waarom? Ik heb nog nooit in een boom geklommen en ik denk dat dat ook niet echt heel vaak kan gebeuren. Wat vond je het allerspannendste aan de boom beklimmen? Dat die takje een beetje ging wiebelen. Ik voelde de hele tijd die wiebel en toen ik naar beneden ging had ik een beetje spanning. Ja, omdat het heel hoog was. Hoe hoog was het? Het leek een beetje op 10 meter hoog. Eruit vallen. Maar Vaas zei tegen mij, zullen we uitspringen? Dat wilde ik. Ik wil zo toen naar beneden gaan, maar dat mocht niet. Je merkt, zeg maar, dat ze allemaal zeggen het was makkelijk. Maar je kunt aan de gezichten aflezen wie het wel en niet makkelijk vond. Nee, maar het is wel... En ik denk dat het gewoon wel belangrijk is dat deze kinderen op deze leeftijd, zeg maar, in aanmerking komen met groen. Ja, en ik denk dat het ook goed is om op deze manier, zeg maar, aandacht te geven aan dit soort bomen. Goed zo, Finn. En dan zet je hier maar je linkervoet weer op. Goed zo.